morgen 5:30 in de ochtend. Echt vroeg. Maar we kennen gelukkig geen ochtendhumeur, want de koeien moeten gemolken worden. Mijn vader heeft gevraagd of ik even een ochtendje kan helpen. En dat is natuurlijk geen probleem. Dus pap, ik kom eraan, maar eerst ontbijten. Goedemorgen, het is ongeveer 6:45, dus mooi vroeg in Bentelo. En je moet natuurlijk nooit je roots verlogen. Ik ben een boerendochter, daar ben ik trots op. En gezellig om mijn vader morgen weer te melken. Tweede ronde zit er inmiddels in. Melkapparaten zijn aangesloten. Het is een kwestie van de koeien nu goed in de gaten houden en ze laten rustig de melk vallen. Drinken. En goed aansterken, want deze is eigenlijk een beetje te klein, hè? Koeien moeten natuurlijk gevoerd worden. Het blijft natuurlijk het allerleukste, de nieuwe kalfjes. We krijgen naast het gewone voer, zeg maar, met wat mais, krijg je een paar kleine brokjes. Vitamine en energie. Wij moeten ervoor zorgen dat liefde voor het agrarische vak behouden blijft. We moeten ervoor zorgen dat agrariërs kunnen blijven boeren. Door alle wet en regelgeving is dat niet eenvoudig. Wist je dat jaarlijks 80 tot 90 miljard aan exportinkomsten opgebracht wordt door deze sector? Dat moeten we blijven behouden. Daar moeten we voor zorgen, want hier leven wij ook van.